Zo, wat kijk je, Poos? Kijk, Kietela. We zijn alweer thuis. Oh, ik hou zo van die zomeravonden dat je... Goedemorgen, het is donderdag. Nou, aangekleed, top van Warehouse, rokje van Lofies en schoenen van Edited. En we moeten gelijk naar buiten naar de auto. Net hadden we een beetje haast, maar we zitten in de auto. Zo, wat kijk je, Poos? Kijk, Kietela. Doei. We zijn onderweg naar opa. Oh! Je bent net nog steeds een vampiertje elke keer, want dan doe je lachen en dan zie je je voortanden niet, alleen die puntjes. Vampiertje, vampiertje. Ik ben geen vampier, weet je nog? Dracula. Dracula, maar Dracula is een vampiermop. We zijn alweer thuis. We hebben gegeten en daarna niet zo lang gebleven, want Sarah voelde zich even niet zo lekker. Dus naar huis gaan. Nu voelt ze iets beter al en ligt voor twee. Dus ik denk gewoon dat de eten even niet goed gevallen was of zo. Maar goed, ik ga daar ook niet daar houden als ze zich niet lekker voelt. Dat vind ik wel heel sneu. En we gaan zo meteen barbecuen. Dus ik ga even gewoon met haar zitten, dat ze even wat lekkerder kan voelen. Wil je het misschien een beetje water even, Sarah? Trouwens, je krijgt gewoon even water. Dat is wel even goed voor je. Dan hoop ik dat ze zich weer helemaal op en top voelt zo. Zo van die zomeravonden dat je nog gewoon heel lang in de tuin zit te kletsen en gewoon aan het hangen bent. Dat was echt leuk. We gingen Sarah oude muziek leren invallen. Voor ons voelt het niet oud. Maar voor haar zijn sommige nummers dan echt gewoon onbekend. En wij vinden dat ze gewoon alle grote artiesten van de vorige eeuw ook gewoon moet kennen. Maar ze vindt meestal die muziek ook wel heel erg leuk. Dus het is wel heel grappig. Ze kent Michael Jackson en Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, U2. Ja, noem het maar op. We geven het allemaal mee. Dus dat was allemaal wel heel erg leuk. Ik heb heel de avond al een ijsje stik. Dit is mijn derde. Ik eet niet heel vaak ijsjes, maar soms heb ik opeens zo'n trek in. Dan kan ik blijven gaan. En nu gaan we lekker daar kijken. En het wordt steeds spannender. Oh, het is echt weer erg. Denise kwam nog langs. Dus het kletsen. Toen ging Mark naar bed. We hebben nog meer zitten kletsen. Toen dacht ik ook, oh, ik wil nog wat dingetjes doen. En ik kijk op de klok. Denk ik, echt veel slaat. Dus ik ga heel snel mijn bed in. Ik wil je nog wel bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet dan niet op abonneren hieronder te klikken. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.